Welkom bij Feature Friday. Ik ben Robert en hier zit natuurlijk Alex, onze gadgetdeskundige. En hij heeft vandaag de Samsung Galaxy S3 meegenomen. Prachtig toestel zo op het eerste gezicht. Je hebt er al even mee kunnen spelen en de verwachtingen waren natuurlijk hartstikke hoog. Hebben ze de verwachtingen waar kunnen maken? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat Samsung eigenlijk weer de beste Android smartphone heeft uitgebracht die er op de markt te krijgen is op dit moment. Moet ik wel bij zeggen dat toen ze vorig jaar de Galaxy S2 uitbrachten, toen hebben ze de concurrentie eigenlijk compleet weggevaagd. Dat was gewoon de allerbeste. Nu zijn er zeker wel heel erg goede concurrenten op de markt. Dus wat dat betreft is het wel leuk dat er als consument wat te kiezen valt dit keer. Ja, ik heb hem net al even in mijn hand gehad, maar als je hem zo voelt, dan voelt hij echt lekker licht aan. Klopt. Hij is gemaakt van polycarbonaat. Dat is eigenlijk een mooi woord voor plastic. Maar daardoor is hij heel licht, maar kan hij ook soms wat goedkoop aanvoelen. Ja, blijft toch een beetje plastic. Verder, als je nog kijkt naar het ontwerp, heeft Samsung zich laten inspireren door de natuur, zeggen ze zelf. En hebben ze dus gebruik gemaakt van ronde vormen. En als je de design gurus mag geloven, lijkt dit op een kiezelsteen. Zie je het? Als je heel goed kijkt. Een hele grote. Ja, inderdaad een hele grote. Dan breng je meteen op het volgende punt. Het scherm, de grote. Het is inderdaad ook echt een grote telefoon. Het scherm is 4,8 inch groot, wat eigenlijk het grootste is wat er tot nu toe is uitgekomen. De Galaxy Note daar gelaten. Ter vergelijking, de concurrent de One X van HTC heeft een 4,7 inch scherm. En de Galaxy S2 van vorig jaar heeft een 4,3 inch scherm. Dus die telefoons die blijven eigenlijk groeien. Gelukkig heeft Samsung wel dan met zo'n groot scherm hebben ze de rand heel dun weten te houden. Waardoor die qua fysieke grootte niet veel groter is dan de Galaxy S2. Dus dat hebben ze nog binnen de perken weten te houden. Maar het is zeker een grote kiezelsteen. Het is dus een groot scherm, maar wat kan je nog meer over dat scherm vertellen? Het is een Super AMOLED HD scherm. Heeft een resolutie van 1280 bij 720 pixels. Dat betekent dat je wel heel erg dichtbij moet gaan kijken, wil je een pixel zien. Super scherp dus. Of die beter is dan de concurrentie, dat betwijfel ik. Dynamisch contrast is soms heel scherp. Dus de kleuren zijn dan heel fel, iets te fel zelfs. Helderheid laat soms ook wat te wensen over. Dus er zijn op de markt wel betere LCD-panelen te krijgen. Maar eerlijk is eerlijk, het verschilt niet heel veel van de concurrentie. Eigenlijk gewoon een heerlijk scherm om mee te werken. Prachtig om films op te kijken. Prachtig om webpagina's mee te browsen. Dan hebben we natuurlijk ook de camera die heel belangrijk is tegenwoordig op een telefoon. 8 megapixels. Ja. Ja, is dat wel voldoende in deze tijd? 8 megapixels klinkt misschien weinig. Maar je moet bij megapixels altijd in gedachten houden dat meer niet altijd beter is. Als je meer megapixels op een sensor doet, worden die pixeltjes kleiner en zijn ze minder goed in het opvangen van licht, wat eigenlijk weer slechte foto's tot resultaat heeft. Dus deze 8 megapixel camera is prima. Verder heeft Samsung een paar mooie features bij de camera ingebracht. Zo neemt hij heel snel foto's, heeft een heel erg snelle sluitertijd. Je hebt een burstmodus, waarbij je dus heel snel achter elkaar een lading foto's kunnen nemen. En hij schiet 1080p video's. Dus echt perfecte camera in de ding. Als je het internet zo leest, dan komt echt naar voren dat verschillende benchmarks zeggen dat dit de snelste telefoon van dit moment is. Hoe merk je de voordelen van zo'n quad-core processor die erin zit? Nou, als je ermee bezig bent en je gaat bijvoorbeeld multitasken, ga je er zo doorheen. Dit gaat allemaal heel erg soepel. Eigenlijk de eerste telefoon die even soepel gaat als een iPhone, wat dat betreft. Multitasken, webbrowsen, spelletjes spelen, draait als een zonnetje eigenlijk. En dat in combinatie met een 2100 mAh batterij houdt dit ook nog eens gemakkelijk een dag vol dankzij die energiezuinige quad-core processor. Ja, bij die Galaxy Tab 2 hadden we het al even gehad over de TouchWiz. Ja. Kale Android zit hier waarschijnlijk ook niet op? Nee, deze telefoon is weer helemaal Samsung-stijl, TouchWiz-stijl gemaakt. Dus voor mensen die vaak met Samsung werken, telefoons, het is niks nieuws. Het ziet er allemaal hetzelfde uit. Wel heeft Samsung een paar mooie features toegevoegd in die TouchWiz interface. Zo heb je bijvoorbeeld S-Beam, dat werkt met NFC. Dan kan je dus tussen Samsung telefoons heel snel bestanden oversturen. Daarnaast hebben ze nu eigenlijk een clone van Siri gemaakt. Dat heet S-Voice. Ik voel een rechtszaak aankomen. Ja, wie weet. Het zou best wel kunnen, want het ziet er precies hetzelfde uit. Je drukt lang op een knop. Een soort Siri-achtige interface komt tevoorschijn, S-Voice, en je kan er tegen praten en hij reageert. Nog een mooie feature is bijvoorbeeld als je aan het sms'en bent, het meteen bellen. Ben je een berichtje aan het tikken naar iemand en je denkt, oh, ik wil ze ook bellen. Telefoon naar je oor en hij gaat meteen die persoon bellen. Scheelt weer een druk op de knop. Ja, klopt. Zijn er nog andere nieuwe features die de moeite waard zijn? Ja, nog één feature die ik echt de moeite waard vind is slim sluimeren, zoals ze het noemen. Dat houdt in dat die camera die houdt mijn gezicht in de gaten en die ziet of ik nog naar het scherm aan het kijken ben. Dus op het moment dat het scherm wil dimmen, kijk die camera even, zit ik nog te kijken en dan blijft die aan. Bijvoorbeeld als je aan het wordviewen bent en lang je scherm niet aanraakt, werkt dat zeer handig. Precies, dus hoef je niet steeds weer te unlocken.
Nee, je hoeft niet, nee, precies. Je hoeft niet elke keer van hij dimt en dat je hem dan weer aan moet raken. Dus eigenlijk wel heel handig, handig feature. Als je alles op een rijtje zet, heeft Samsung de hooggespannen verwachtingen waar kunnen maken? Ja, in principe wel. Je hebt hier te maken met een schitterend scherm, een fantastisch goede processor, heel erg goede batterij daarbij, goede camera erin zitten en ook nog een stel handige functies van Samsung. Ja, we kunnen dit eigenlijk met recht het toestel van dit moment noemen. Daar moet ik wel bij zeggen dat je nog de HTC One X hebt. Die zit echt in de nek te hijgen van dit toestel. En sommige mensen zullen misschien ook willen wachten op waar Apple mee gaat komen met de iPhone na de zomer die uit gaat komen. Ja, zeker. Maar als je nu 600 euro neertelt voor deze telefoon, heb je echt een apparaat waar je een paar jaar mee vooruit kan. Nou Alex, bedankt voor je review van deze nieuwe Samsung. Wij zien u hopelijk volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van Feature Friday. We'll be right back.